Mijn naam is Reinhard Slee, oprichter van Bureau Werkwaarde. Ik ben ervan overtuigd dat verzuimbegeleiding een stuk beter kan. Waarom? Nou, verzuimbegeleiders moeten beter leren de juiste vragen te stellen. Het gaat namelijk niet om de processen, maar het gaat om de mens. In deze podcast ga ik met experts in gesprek om voor eens en altijd helder te krijgen wat echt werkt. Dit is de Werkwaarde-podcast. Welkom bij weer een nieuwe werkwaarde Podcast. Vandaag in de studio Jeroen Peters, managing partner van DPO2. En met hem ga ik in gesprek over reorganisaties en verzuim. Reorganisaties is toch een, een beladen term. Zeker. Organisaties groeien, medewerkers groeien. En op het moment dat die niet dezelfde kant op zit, is er veranderpijn. Um, voordat we de diepte inspringen, Jeroen, zou je jezelf heel eventjes willen voorstellen? Ja, dankjewel. Nou, Jeroen Peters, uh, managing partner van uh, DPO2. In ieder geval, meewerker het voorman. Wij zijn uh, nogal klantgericht. Iedereen uh, voet in de klei. Uh, voet in de klei, heel belangrijk, ik ook. Um, ja, DPO2 is een uh, bedrijf, staat eigenlijk voor duurzame personeel-organisatie-oplossingen. Uh, duurzaam, niet dat we nou per se heel groen willen zijn, maar wij geloven echt in duurzaamheid van een oplossing. Hij moet kunnen meebewegen. Op elk moment uh, dat een organisatie daarom vraagt. Uh, en dat is wat anders dan een redelijk starre inrichting van processen of afdelingen. Mm -hmm. um, nou, persoonlijk, ik ben opgeleid uh, in HR. Ik uh, ben begonnen met personeelwetenschappen in, in Tilburg. Een van de eerste lichtingen. Niet afgemaakt moet ik tot mijn spijt uh, bekennen. Ik uh, ben toch maar eerst in dienst gegaan. Ik uh, heb een beetje geleerd wat leven voor mij betekent. En heb dus alles in avonduren moeten bijsloffen om uh, toch al mijn papiertjes te halen. Um, ja, in 2005 ben ik samen met de compagnon begonnen met, uh, met uh, DPO2. Uh, vanuit het idee dat, uh, dat bedrijven veel duurzamer, veel schaalbaarder uh, georganiseerd zouden kunnen worden. En dat heeft inmiddels geleid tot een, uh, tot een organisatie van met 50, uh, 50 mensen uh, in de volle breedte van het, uh, van het vak van PNO. En dan moet je denken aan uh, PNO-regisseurs, verzuimregisseurs. Uh, Recruitmentregisseurs, talentregisseurs, talent regisseurs, uh, regisseurs uh, salarissen. Om daarmee eigenlijk een one-stop shop voor onze klanten te kunnen zijn. En onze filosofie uh, elke keer goed over de buren te kunnen krijgen over hoe wij denken dat PNO op een andere manier georganiseerd uh, zou kunnen worden. Ja, want wat is dat? Uh, organiseren. Voor uh, jullie hiervan. Ja, het grappige is van... Uh, misschien even de, de zoeken weer bij het vaknamen. We hebben het over P&O. Uh, je hoort ook vaak dat er gesproken wordt over HR. Hè? Maar HR in deze tijd is het al Human Resources. Hè? Daar wordt al een beetje van weggebleven. Want dat is al een resource. Mensen is geen resource. Hè? Dat, is een, dat is kolen of olie. Um, ja, ik ben opgeleid... Ik zeg altijd personeel en organisatie. En misschien zelfs organisatie en personeel. Of misschien moet je wel zeggen organisatie is personeel. Mm. Uh, ik geloof er heel sterk in... Uh, is dat uh, als je kijkt naar ondernemerschap... Uh, is dat het centrale idee waarom een groep mensen gaat samenwerken... en met elkaar die passie gevonden heeft om iets met elkaar te gaan doen... of het nou een vereniging is, een start-up... een bedrijf wat langer bestaat... het organiseert zich rond een ondernemersidee. Ja. En vervolgens heb je blijkbaar arbeid... Mensen die met elkaar gaan doen. Je hebt ergens ja. geld gevonden om het te kunnen ja, doen. Om het te kunnen betalen. Precies. Ja. En je hebt kapitaalgoederen om dat daadwerkelijk te, te kunnen uitvoeren. En, en dat is eigenlijk de start van wat, wat een organisatie is. En in het begin zei ik ooit, ja, is PNO geen vraagstuk? Want het zit inherent opgesloten aan hoe die mensen besloten hebben... Of Bewust of onbewust, om hoe met elkaar samen te werken. En daar zit de crux. Ja, het is denk ik ook veel overzichtelijker om uh, hey, laten laten zeggen: je wil iets doen. Je wil een doel bereiken. of je wil ergens naartoe werken. Een stip op de horizon. En je bent met z'n tweeën. Dat is best makkelijk om het werk te verdelen. Precies. Maar op het moment dat je bent 50 bent, ja. en jullie zijn met 50, hè? Ja, ja zeker. Ja. En dan wordt het al wel wat ingewikkelder, zeg maar, om, uh, om werkzaamheden te verdelen. Want wie doet wat en hoe nou zorg je nou dat iedereen goed samenwerkt? 100%. Kijk, en dat is, dat is een beetje ook. Uh, ja, wat, je, wat je ziet, je zegt gewoon diverse veranderstadia in bedrijven. En, en, en een aantal komen redelijk really klassiek op een bepaald moment in het bestaan van bedrijven komen voorbij. En je zegt al rond de 40, 50. Nou, dat is, dat is er zeker eentje. Sommigen bij 30, en sommigen bij 60. Maar het gaat er meer om van, dat is vaak wel een, een threshold hè, wat je dan bereikt met elkaar. En wij zitten daar bovenop. En wij, wij merken die veranderpijn ook. Hè. Dat is wel, wel leuk om te merken. ben loodgieter loodgieterrechte kraan. Ja, wij hebben ook die vraagstukken natuurlijk. Uh, maar wat, wat gebeurt op een gegeven moment is, en dat is wel een aardige ook voor deze podcast denk ik, is dat uh, je kunt het heel mm, best uittekenen. De, de groep startende ondernemers, van mm. één DGA is of meerdere, 50-60 mensen, staan verder van de werkvloer af, de complexiteit is toegenomen, er zijn laagjes ontstaan, er zijn andere vormen van impliciete, expliciete samenwerksvormen ontstaan, ja. en er ontstaan problemen. Kan van alles zijn. Ja. En dan kun je best wel even niet verklaren. Uh, maar het grappige is, en, en dat is een beetje de, de facto de zoektocht, en dat is, dat is niet alleen maar bij bedrijven die nog 50-60 zijn, want dat is nog steeds overzienbaar, maar ook bij bedrijven die substantieel groter zijn, is van de zoektocht is weer van: hé, hey, maar hoe was het ook in het begin? Als een zo'n ondernemer vraag van uh, na het weekend, schrijf eens op, je komt maandagochtend je, je bedrijf weer binnen, je doet je deur open van je kantoor, en wat zie je dan? Wat zou je willen zien? Wat was je idee van hoe je wilde gaan samenwerken, weet je nog? Ja, ja en dat kunnen ze allemaal. Die passie, zeg maar, die bevlogenheid die erin zou zitten vanaf het begin. Want waarom was het dit gestart? Hè? Ja, 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 ja. ja. Dat lukt. En daar zit ook weer een oplossing. En hoe helpen jullie dan zo'n ondernemer? Omdat die, die passie die hij die heeft, of de reden eigenlijk dat hij is begonnen met de organisatie. Ja, misschien is hij er wel helemaal niet meer. Hè? Ik bedoel, ja, het kan zijn dat precies. hij al lang het pand heeft verlaten. Ja, maar goed, ja, er, er, ja, is ja. Een, er is ooit een keer een spark geweest, of een idee geweest om te beginnen met een, met een organisatie. En hoe hoe haal je dat naar de werkvloer? Zodat mensen daar zich ook mee kunnen identificeren... en betrokken ja. mee zijn. Dus even een heel korte zijstapje ervoor is van... en dat is een heel belangrijk... en heel vaak een belemmerende gedachte. Eh, ondernemers of ondernemingen... denken dat ze heel veel moeten... ten aanzien van de factor arbeid. Laat ik het zo maar even zeggen. Dat is een soort normatief gebeuren. Een beetje een po Je moet beoordelen. Of je moet een bepaalde manier recruitment doen. Of je moet... Ja, whatever. En in de kern moet je niet al te veel. In de kern moet je mensen betalen. Dat is eigenlijk loon voor arbeid, middeleeuwsprincipe. Ja. Ja. En de wet volgen. Fiscaal en juridisch de juiste dingen doen. En daar moet je goed organiseren. En daar heb je CAO's voor en, en andere dingetjes. Maar, en al het andere op het gebied van de vakte arbeid is ondernemerskeuze. En dan moet je even laten doordringen. Het is, best wel ja, 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 ja. Het is echt wel het is ondernemerskeuze. En daar wil ik mee zeggen is van... Um, want eigenlijk als je kijkt naar het PNO vak... Ik zeg al ooit, ik heb het begin ooit op LinkedIn laten staan, PNO bestaat niet. Nou, daar werd me niet altijd een dank afgenomen. <laughs> het is wel een vak en dan kun je heel veel doen. Dus mijn proefsgroepen heel serieus. Maar in de kern is eigenlijk, vind ik, PNO is eigenlijk de ondernemersvisie op de factor arbeid. Ja, ja en vanuit die hoedanigheid, uh, ja. Dus voel je me? En, 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 ja, ja, zeker. En, en, en ja. Nou, hoe, hoe doe je dat dan? Is eigenlijk zorgen van, oké, okay, je moet in principe niks, behalve een paar dingen. En je beert overzicht gaan scheppen. Oké, okay, hoe zou ik het hier willen hebben? Je moet structuur aanbrengen. En welke processen zijn dan relevant? En niet alle processen zijn relevant. Soms is het iets beter om iets niet te doen hè, dan iets wel te doen. Hè, en, 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 en dan ga je heel voorzichtig kijken welke processen bouw ik op eh, in PNO. En welke functies horen er eventueel bij. Hè, want ook op ook, ook PNO land zie je vaak dat een, het hebben van een vaste functie, ja, die zorgt er altijd voor dat er weer meer werk komt voor die vaste functie. En ook een keer niet verkeerd te zijn, maar je moet elke keer weer terug naar die basis van wat moet hier gebeuren. Ja. En als definitie is dat niet... Het is eindig. Uh, dat bedoel ik mee te zeggen dat... Elk proces wat je inricht... Dat heeft een bepaalde optimum, een bepaalde waarde. En op een gegeven moment is die waarde anders. Maar dan moet je je ook daar weer op aanpassen. En dan komt die... Ja, Het kom, is kom, klaar. Nee, veranderen. Precies. En, dan komt die, en ja. dat is duurzaamheid. Als je daarop ingericht bent om dat voor elkaar te krijgen... Ja, dan, 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 dan ben je lekker... Zo, ben je, op groei eigenlijk. Ja, verandering ook. Hè. De groei kan ook ooit... Dat is ook een beetje natuurlijk het woord realisaties, wat al uh, wat uiteraard uh, waar we het over gaan hebben een stuk. En ook wat viel uh, in je in, in introductie. Ja. Ja, die verandering kan naar boven, naar onder, naar links, naar rechts zijn. Uh, ja, en daar en ga ja, je ook toe, hè? Dat werknemers jou veranderen. Ja, ja dat is uh, <laughs> ja, fantastisch. Ja. Kijk, en. Uh, uh, kijk in de realisaties, dan gaan we met Zoom misschien wat in op het onderwerp uh, van de podcast. Kijk, realisaties heeft een heel beladen, uh, heel beladen woord. Mm -hmm. uh, want, want het zit in de pers, het gaat over realisaties. Associatie is meteen met meseren, ja, boterbel. Uh, uh, boterbel, stukken af, uh, kaasschaafmethodes. Nou, ja, Dat soort, dat soort woorden zitten er heel snel achter. Uh, maar als je heel letterlijk kijkt, jurisprudentie, je, je kijkt naar, uh, naar, naar wettelijke teksten, kijk bijvoorbeeld in de UUV, de een UV-rechtlijn, een realisatie is er al heel gauw. Ja, dus op het moment dat je de organisatie aan het veranderen bent en het, het, het gaat, ja, hebben we zo'n woord ten koste van, maar het heeft invloed op medewerkers, mm -hmm, yeah. dan heeft het wel heel grappig een organisatie. Terwijl een organisatie ook heel iets positiefs kan zijn, maar de associatie is toch vaak eerder negatief. En als je dan de doortrekt naar ja, wat dat dan potentieel gaat doen, maar dan komen we op transitie aanzien van verzuim of inzetbaarheid, ja, dat, dat doet iets met mensen. Ja, ja. ja dit is. Um... Ik denk voor veel, veel organisaties. Je, je wil op koers blijven. En, uh, en je wordt veranderd, de markt verandert soms. Uh, je, je laat je ook uh, beïnvloeden door je, door je medewerkers. Als, als het goed is, in ieder geval. Ja. En uh, daardoor kan je soms die stip op de horizon. Dat is ook een beetje bewegend doelwit natuurlijk. De bedoel, ja. dat verandert ook in de loop der tijd. En, dat, en daardoor moet je soms een beetje bijsturen. Zeker. Ja, kijk, de stip op de horizon dat is mooi, hè. Uh, de vraag is vaak, is een stip echt een stip op de horizon? Heel veel bedrijven werken toch wel met een iets strakkere afgeleide weg. Hè? Dus dat is het echt wel. Uh, we hebben bepaalde strategische doelstellingen en daarvoor ligt dan ook een missie en een visie. Mm. Uh, en dan heb je zo'n terugkaskadering als het ware, hè? Na, naar een scorecard-achtige manier om te komen tot doelstellingen op medewerkerniveau bij spreken. Mm. Of een mooi functiehuis met, met geplots van alle functies en rollen die er zijn. Uh, ja, en, en dat, is, dat is een relatief ja, lijkt me een wat strakke werkelijkheid. Hè? Dat, dat, dat impliceert een bepaald soort ja, een soort managementwerkelijkheid waar je lekker naartoe kunt managen. Ja, dat is maar de vraag. Als ik het heb over stippen op de horizon, voor mij is een stip is een, is een beweegbaar doel. Eén ding weet je zeker. Hè? Je kunt niet een, ik kan niet zeggen dat ik niet strategisch moet plannen. Zeker wel. Ja, je moet die horizon echt wel ergens in, in beeld hebben en die stip of die zon hè, ergens zien. Uh, maar je moet je realiseren dat op het moment dat je op weg bent naar die zon, naar die stip, ja, die is op een jaar later is je op een andere plek. Ja. Naar links of naar rechts. Hè? Dat is één. En de tweede is ook eens een keer zo, die weg naartoe. Die is absoluut niet lineair. En dat snappen we tegenwoordig wel. Hè? Die tijd van de eind jaren negentig. Lineair strategische planning. Ja, die hebben we al losgelaten. Hè? Ja, maar iets flexibeler. Hè? Ja, iets, flexibeler. zonder meer. Ja, meer maar zijn. toch. Maar die weg is nog veel flexibeler, fluider dan menig dan denkt. En dan heb je precies nodig. Wat je net even kort aanhaalde al. Uh, ja, wil je, je daar, daar een mooie... Die weg goed bewandelen. Die veranderende weg. Ja, dat kan niet anders. Dat is mijn, in mijn ogen. Dat je daar de input van je medewerkers dan alle tijden voor nodig hebt. Hoe doen jullie dat zelf? Uh, wat, wat is jullie... Uh, ja, ik heb het net gehad over de groeipijnen, ja, alle pijnen. Ja. Nee, wij zijn bij 50. Hè. En, 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 en... Laat ik zo zeggen, wij hebben onze, onze stip echt beschreven in beelden. Ja, dus wat, wat zijn wij? En we hebben onze eerste stip, die hebben we erg staan op eind 2022. dus is ook anderhalf jaar te gaan, vergroten. Nou, maar we hebben het er toevallig van, van de week nog met iedereen over gehad. Um, uh, een van die stippen of een van die onderdelen van die stippen is van, we weten nog niet hoe. Maar we vinden onszelf wel een beetje, maar dan zeker. Wij zullen een soort modern, ecologisch dynamisch ecosysteem moeten zijn als organisatie om te blijven wat we nu zijn. En want wij geloven echt in de, ja, de kracht van heel dicht bij klanten zijn. Vandaar het woord ja. regisseurschap. En wij regisseren oplossingen en processen voor onze klanten. Ja, en daar past geen baas-bovenbaas systeem bij. Hè? Want je moet kunnen vertrouwen op de autonomie en de verantwoordelijkheid, kennis en kunde hè, van, je, van je medewerkers. Um, en... Maar hoe je je dan organiseert, hè? Bijvoorbeeld wat ik een heel inspirerend boekje vind, is van uh, Eckhart Winsen. Zijn uh, cellentheorieën, Eckhart's Notes. Hmm. Hij is echt een aanrader. Het is een boekje al geschreven eind jaren 90. Maar het, het, ik vind het nog steeds super actueel. In de kern gaat het over verantwoordelijkheid nemen. Uh, maar hij heeft een cellentheorie bedacht, waardoor je zegt, eigenlijk in de kern, rond de 50, 60 mensen moet je splitsen. Want als je groter wordt, dan, dan, dan verwaart het verantwoordelijkheid. Dan krijg je allerlei oncontroleerbare stafdiensten. Er mm -hmm. gebeurt van alles. En door te splitsen, hou je eigenlijk die vibe, zeg maar die. die, 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 die en dat ja, zijn dan dus een zelfsturende eenheden. Ja, hoe zelfsturend. Ja. Ik ken dat niet helemaal. Ik, ja. ik ken ik ken bedrijf, Hij is altijd oprichter geweest van BSO Origin, hè, van BSO, hè, een van de eerste systeemhuizen in Nederland. Hè. Dus het is echt gegroeid tot duizenden mensen. Hè. Uh, ik weet niet hoe zelfsturend zijn systeem was. Want daar heb je weer verschillende gradaties in. Uh, maar ik wil als voorbeeld... Het is ook voor mm. ons dus de zoektocht om daar te komen. Maar één ding weet ik zeker. Ik kan het niet alleen bedenken. Ja, nee, dat is overduidelijk. Dat kan ik wel. Maar dan, wat heb ik dan? Heel veel gezegd. Hè? Nou, ik vind het wel interessant dat je het zegt. Want ik heb een paar reorganisaties mogen meemaken... vanuit de kant van verzuimbegeleiding. Mm -hmm. En... Um, ik hoor van de meeste nou ja, de medewerkers die dan, die dan daardoor op een of andere manier in het verzuim komen. hoor ik eigenlijk dat het meestal gaat als een. Ja, dat het plotseling is of dat ze onzekerheid ervaren, machteloosheid, dat soort dingen. Ja, Dat is totaal anders dan wat jij nu beschrijft. Ja. Dat klopt, ja. Dat gaat het vaak fout dan, denk ik dan? Ja, dat, 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 is, een, dat is een hele mooie. Even ik even, even, kort even al hiervoor over, over sprake. Ik heb toen het woord mismanagement gebruikt. Ja, een beetje een zwart-witte situatie. Van, eigenlijk is het een heel schoksgewijze beweging. Het verhaal wat ik nu vertel is eigenlijk niet goed. En ik zal niet zeggen dat het nooit voor kan komen. Hè? Kijk even naar COVID vorig jaar. Ja, dan kun je moeilijk zeggen: als mismanagement. Hè? En dan, en dan zit het in de horeca of zit in, de, in, de, in de evenementenbranche. Ja, ja hoe ja, hard om. Ja. Ja, dus, 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 dus dat gebeurt gewoon hè? even opgesteld. Maar in heel veel gevallen, als je het zo. En, en dan beschrijf ik het ook wel een beetje nou, niet utopisch, maar hoe mooi zou het kunnen zijn. Hè? Als je die stipte horizon hè, met die weg naartoe toe kunt blijven wandelen. En die ook nog een keer veranderend is. Uh, maar ik denk dat heel veel bedrijven zich dus daar te weinig bewust van zijn. Wat het vraagt om dat te kunnen doen, überhaupt. En, en wat ik heel sterk in geloven is dan... dat je uh, natuurlijk zit daar weer... wederom hè, het idee achter van de onderneming... of van de ondernemer. Die heeft een idee, zo'n passie. En uiteindelijk zet dat ja. natuurlijk een kaskadering terug... Hè, naar de werkvloer, als het ware. Mm -hmm. Prima. Maar je moet je beseffen dat de weg andersom is. Wat medewerkers zelf meebrengen. Hoe zij kijken naar hun werkelijkheid. Wat ze kunnen bijdragen, willen bijdragen. En dat geldt ook voor mensen aan de lopende band. Dat is niet alleen maar voorbehouden aan, uh, aan hoogopgeleide kantoorwerkers. Wat mm -hmm. die terugduwen als het ware die stroom in. Om ook die koers en die richting van het bedrijf te veranderen. Ja. Ja, en als je dat ritme kunt vinden met elkaar. Ja, dan, 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 dan heb je goud aan de hand. Vertel er eens wat meer over. Dat ritme. Wat bedoel je daar precies mee? Um, je ja, ritme, er ook een aantal leuke boeken over geschreven. Uh, ritme heeft ook iets in zich, wel van. Dat is het van de Boom. Het boek heet Voor mij 3, 4, 5, 8. Dat gaat over: je kijkt maximaal drie jaar vooruit. Je, je plant als het ware iets strakker vier kwartalen vooruit. Dus een jaar lang heb je wat, wat steviger doelen. Dan heb je een ritme van vijf dagen, kun je nog overzien. Een soort, soort sprint-idee, een soort ja. uh, weekly meet-up. En dan heb je een acht uur op een dag. En dat is vragen een metafoor om uit te leggen wat een ritme is. Maar ik vind een ritme, en dit is een redelijk afgeleid. Hè? Met, 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 het zit al een stukje agile werken onder, en als een stukje bij een scorekaart, als het ware, als je erin kunt herkennen. Maar het zit er mij veel meer op van een ritme is van elk bedrijf heeft een manier, de moris, Hoe, er, als het ware, hoe je, men komt tot besluiten. En die de richting van het bedrijf vaststelt. Wat gebeurt dan? Heel simpel, wat een ritme in mijn ogen is van bijvoorbeeld, hoe vaak komt managing bij elkaar? Wat wordt daarin besloten? Ja. Uh, ritme is ook in de zin van uh, heb jij uh, en is er herkenbaar voor mensen en snappen ze hoe ze daar eventueel op aan kunnen haken. Ritme is ook over van letterlijk elementen als uh, ja, ook afdelingsoverleg. Als je agile werkt, hoe ziet dat agile werken eruit? Uh, is dat alleen maar voorbehouden aan, aan een bepaalde afdeling of de hele club? Er zijn allemaal elementen zeg maar die de ja, bijna de way of working van een organisatie, zeg maar, uiteindelijk ja. kunt, kunt ontleden. Een de soort de structuur en de vaste momenten die er zijn ingebouwd. Ja, dat ook. En nu komt deel twee is van, maar ritme gaat verder, want ritme is, behalve die vaste structuur die vaak herkenbaar is en oppervlakte drijft, is het ook in de zin van uh, hoe mensen gericht worden op bijvoorbeeld op hun eigen ontwikkeling. En daar heel herkenbaar van is bijvoorbeeld een beoordelingsgesprek als je dat doet, hè? Uh, mm -hmm. ja, wat je meet krijgt aan de aandacht. Dus dat is het heel ritmebepalend, hè, als het ware. Maar ook in zijn algemeenheid heb je een visie op hoe mensen zich mogen of kunnen ontwikkelen. Uh, en dan is dat niet alleen maar ja, zou ik zeggen, de ontwikkeling van medewerkers weer binnen stramien van dit is onze richting. Hè, en, en, en hoe pas jij daar met jouw talenten in, als het ware. Hè? Dus weer die stroom hè, van die van boven hè, naar, naar beneden gaat. Maar als je het, het ritme echt hè, andersom wilt draaien. Dan moet je ook nadenken over uh, hoe krijg ik de input van mijn medewerkers uit ontwikkelgesprekken, beoordelingsgesprekken, uh, hoe nadat ik ze aanhaap, ja. aanhaken, zelfs op strategische keuzes, hoe krijg ik dat weer? Ja, het is niet zo strak de boven dat, georganiseerd. Ja. ja, wat dat betreft zijn er niet zo strak twee verschillende stromingen. Dus dat bedoel dat een nee. organisatie medewerkers faciliteert en dat medewerkers een organisatie faciliteert. Maar dat is eigenlijk wat je beschrijft, is dat hetzelfde gesprek eigenlijk. Precies, en dat is zo een continu proces. En, uh, uh, maar je moet je wel bewust van zijn: het gaat niet zomaar. Want de, 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 ja. in de waan van de dag is de druk van top-down naar beneden is zo groot. Ja, ja top-down. Dat beschrijft eigenlijk al wel dat, dat de organisatie daar zit en zijn medewerkers aanstuurt. Hè? Ja, eerder. Ja. Ja. Er zijn ook hele mooie voorbeelden. Als je ziet er tegenwoordig organisaties staan, hè, die eigenlijk uh, waar de aandelen in handen zijn van alle medewerkers, hè? zoals sociocratie, waarin ja, overlegvormen totaal uh, democratisch zijn. Hè? Dat is echt, echt, echt zelfsturend tot een bepaalde hoogte. Hè? Mm. Uh, maar merendeel, het gros van de bedrijven in Nederland het werkt toch anders. Ja. En we kwamen dus op van, hè, de screeningzaatje heeft een wat, 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 uh, um, ja, wat negatieve associatie. Hè? En ik denk terecht, hè? Uh, Maar als je echt kijkt naar verandering en je wilt het minder schoksgewijs doen, uh, of, of je dat laat overkomen, ja, dan is dus de herkenning van een ritme. Uh, en daar uh, bewust mee bezig zijn, ja, dat is echt een, echt een grote win. Ja. Uh, heb je daar een soort uh, tips of tools voor? Van hoe, hoe doe je dat nou? Hoe herken je je eigen ritme? Uh, of, hoe herken je het ritme van je eigen organisatie? Ja, ja waar heb ik een tool voor? Daar is, nou, is niet echt een tool voor. Je hebt er heel veel tools. Hè? Dat is wel grappig, zei straatje. De, de, de digitalisering in, uh, in Nederland uh, op, op R-gebied of PNO-gebied is enorm. Hè? Dat is echt, ja. Als je kijkt, naar aanbieders nou, waarschijnlijk veel. Uh, dus er is heel veel tooling beschikbaar om dat ook nog. Want het is, is af en toe wel complex, dat ben ik met je eens. Hè? Achter jouw vraag zit er gewoon complexiteit. Uh, ja, het, het, het is gewoon complex. Want, want hoe ga je dat overzien? Hoe hou je dat vast? Hoe zorg je ervoor dat het herkenbaar wordt? Uh, ja, wij werken kort met een tool, komt het tweede... maar daar ga ik het even snel loslaten. Dat zorgt ervoor dat je enerzijds het gesprek goed kunt faciliteren. Want daar gaat het om. Hè. Het gaat eigenlijk in gaat de kern om: ben ik nog steeds met mijn medewerkers echt in gesprek? Hè? En dat is een ritme. Heel vroeg gezegd hè. Hoe doet dat dan precies? En hoe hou je dat gesprek met je medewerkers? En hoe? Ja, maar ook niet alleen maar. ben ik, ga ik als manager mee. praten met jou, maar hoe praat jij ook tegen mij? En heb je daar voel je daar ook vrij genoeg in om dat mm. ook zelf te arrangeren? Of ga ik wachten tot dat woordgesprek komt, wat dan weer gepland is het eind van het jaar of doet? Mm. Ja? Bedoel je veiligheid dan? Daar heeft ook iets met veiligheid te maken. Ja, ja, oh. zeker. Ja, ja dat is een belangrijk woord ook hè. Of het anders, het gebrek aan veiligheid hoor ik vaak bij mensen die uh, vallen ja. uit het arbeidsproces. Ja, zeker. moet nou, ik moet dat vasthouden, ik kom dan even terug. Ja. Uh, maar jij ja, hoe kan ik het herkennen? Ik, voor DP2, ik ben nu mee bezig, uh, om ont, want wij zijn ook, de, nogmaals, we zitten rond die 50. Uh, we hebben onze ritme al voor granted genomen. Het was een goed ritme, hoef je niet expliciet uit te schrijven. Het is ook geen memo of een, een, een MT-besluit wat daar aan de grondslag moet liggen. Maar ik meer het nu wel wat meer toch wel door het op te schrijven, door het wat te kaderen, krijg je de Wat, wat, wat gebeurt er nou eigenlijk? Kan ik het zelf ontleden? En ben je gewoon gaan tellen. Dus ik zeg, oké, okay, we, we hebben een managingvergadering. Oké, okay, hoe bereiden we dat dan voor? Vragen we überhaupt iets aan mensen? Of is het dan af en toe ons eigen, eigen feestje? We hebben dan onze check-in op onze de horizon. Maar wederom, is dat gaan wij naar de heiers-MT en volgens komen we terug en hebben we de wijsheid weer een pacht? Of hoe kun je daar medisch bij betrekken? Kan ik ze van tevoren niet bevragen met vraagstukken? Je kunt het heel simpel maken. Mm -hmm. En dat zijn allemaal ritme-elementen. Uh, hoe wij kijken naar ontwikkeling als voorbeeld. Dus ook, dat is ook een hele belangrijk om te onderzoeken: hoe kijk ik werkelijk naar de ontwikkeling van mijn medewerkers? Uh, Moeten die altijd geleerd zijn aan de doelstelling van de organisatie? Of... Nee, juist niet. Oh. Dat is precies het punt. Dat is precies het punt. Oh. Uiteindelijk komt het elkaar tegen. Dat die stroom je elkaar tegenkomt. Hè? Want dat lijkt een soort clash, maar dat is het helemaal niet. Maar in de kern moet je ze bevragen over: wat is jouw bucketlist? bijvoorbeeld, wat wil jij nog bereiken überhaupt in werkzame leven en natuurlijk kan het zijn dat het niet bij jouw als werkgever is nou, lekker spannend maar je kunt maar weten wat ze willen en kunt ze bij helpen dan heb je motivatie op een bepaalde manier heb je autonomie want ze zien gewoon dat hun groei wordt gefaciliteerd en dan gaat het talent maar een keer verder op maar dan heb je al geweldige mensen die een top bijdrage geleverd hebben een passie hebben kunnen blijven volgen de organisatie weer verlaten om andere kennisgebieden op andere plekken op te doen, maar kom ook wellicht weer terug bij jou. De dus talent management gaat dat is wel een over andere, andere, ja, andere podcast. Ja, Dat is zoveel meer dan alleen maar uh, ja, dan, dan, dan wat je een stukje management development bijspreken. Ja. 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 En hoe ga je er dan? Uh, hè, want dan zijn eigenlijk uh, is, zijn medewerkers tijdelijk bij je. Ja. Mm -hmm, He, top, het, ja. Toch? Ja, He, ja het, in de kern is dat zo. Ja. Ja. Um, uh, de organisatie is aan het groeien en ontwikkelen. Mm -hmm. De medewerkers zijn aan het groeien en ontwikkelen. En zolang die twee uh, samenlopen en het is wederzijds uh, wederzijds beneficial, dan, dan gaat dat heel goed. En zeker op het moment dat je er open over bent, waar jij heen wil, waar de medewerker op wil... dan kan je heel mm -hmm. veel motivatie, mm -hmm. betrokkenheid, uh, passie. Uh, nou, noem het talentontwikkeling. En dan? Want je komt ook wel eens bij werkgevers, denk ik, waarbij die twee. Ja. Zeg maar niet meer helemaal in lijn liggen waarbij die, waar, waar de nee, zonder, meer, is. zonder meer. Kijk, waar we nu over hebben, is van ook een beetje visie van mij, of van DPO2, over hoe mooi het kan zijn. Heel eerlijk gezegd, heel vaak gaat het niet zo. En niet dat het zo moet. Want het is ook maar een werkelijkheid. Hè? En niet mm. de werkelijkheid die ons goed past. Hè? Maar mm. in de kern zit die wederkerigheid, in die relatie, die is wel heel belangrijk. Ja, snap ik. Uh, en die heb je in, kijk, de organisatie hebben. Kleuringen, culturele kleuringen. We hebben heb rode bedrijven hè, met, 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 met sturing op, op uh, baas boven baas macht. Wij spreken even in, in een zwart scenario. Um, heel veel soort kleuringen. Um, en dus, dus gaat het vaak niet zo, is het toch mechanischer? Hè, want uh, uh, er zit nog, bijvoorbeeld nu ook, hè, kijk naar ons vak, het, het fenomeen eh, noemen de performance cycle, dat is hoe mensen zeg maar getuned worden op de prestatie, hè, performance, die van ze wordt mm. verwacht, ja, die ligt wel onder een vergrootglas. Hè, de tijd dat je een taakstellingsgesprek had, een functioneringsgesprek, een beoordelingsgesprek, hè, en het cirkeltje weer rond, en het volgende jaar weer in, ja, die, die mechanische hele ja, staccato manier, ja, die is echt wel aan het veranderen, en gelukkig maar. Uh, ja. Um, maar toch, um, met name in situaties waar je dan in een realisatie terecht komt waar het dan toch schoksgewijs gaat, zie je toch wel dat, um, ja, dat, dat de aanleiding voor medewerkers onvoorspelbaar, onaangekondigd en als een verrassing eigenlijk op tafel ligt. Ja. En, en, en dat heeft dus ook te maken, en, en ik snap ook best wel dat je dat. Er, we hebben ook klanten bijvoorbeeld met, met, met multinationals hè, die een moederbedrijf in het buitenland hebben. En die hebben een nieuwe richting bedacht. Met grote consequenties voor wat er in Nederland gebeurt. ja Dat is echt wel een big bang. Ja, en dan ben je nog zo leuk uh, aligned. Hè, en nog zo leuk met een beetje mensen bezig geweest met ontwikkeling. Maar ja, dan toch gebeurt het, overkomt het je. Ja, en, en dan is er, uh, ja, is, er, is er weinig keus dan die abrupte verandering doorvoeren. Heel flauw gezegd. Hè? Hm. Maar in heel veel gevallen, net viel het woord mismanagement al een keer, ja, is het toch een, wellicht een voorkombare, uh, het had voorkomen kunnen worden, een verandering waar mensen zich op een andere manier op, op, hadden, in, op, op hadden kunnen instellen. Ja. Ondanks dat ze het misschien toch niet, dat, dat niet leuk vonden of het anders hadden willen zien of whatever. Hm. Maar het feit dat het, Minder als een verrassing komt, doe je ja. heel veel. Zeker kijken naar uitval en naar verzuim, wat natuurlijk een heel kort issue is bij. Uh, ja, het is goed, uh, machteloosheid. en ja. onveiligheid ja. komen dan vaak. Uh. Um, je had het net heel even over die klassieke indelingen: werving, selectie, beoordelen, functioneren. Jullie doen het anders, hè? Toch? Wat is jullie ritme daarin? Uh, nou ja, we hadden we even over dat uh, kijk wij hebben uh, zeker op deze markt hè, ook onze recruitment uitdagingen, want dat is, dat is even ja, is kraft, hè? Het is ongelooflijk, hè? Het is echt in elke branche, elke functie kunt je scherp niet bedenken. Het is moeilijk. Los even daarvan. Uh, ja, hoe wij dat doen, kijk, wij hebben een 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 methodiek uh, vanzelf neergezet om eigenlijk de groei van onze medewerkers. Uh, ja, een, eigen, een eigen groeipad te maken. Het is maatwerk, heel, heel, heel makkelijk uitgelegd. En dat proberen we te stimuleren door, uh, uh, hebben we dat analogie gekozen met het groene boekje. Als kinderen klein zijn, ja. hè? je kent ja. de groeilijnen. hè ben je wat ja, wat ja, ja. ja. lengte, waar zit je ergens? Hè? Ja, 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 die dus curve. Ons, het... Dat is onze curve en onze, <laughs> en onze boekje heet Oeie Groei. Analogie aan. Ja, ja, ja die en, ken en, ik wel, Dat is ja, met die gele omslag. Ja, dus oh. oeie, oeie Groei en... Uh, en, 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 oh, en, groei. en ja, dan worden we eigenlijk ons met uitgedaagd, uitgedaagd om na te denken. En op los van wat wij als DPR2 dan meteen wijsprek, heel belangrijk vinden. Of wat onze stip te horen zijn op dit moment is. Want wij weten nu al, over twee jaar is het toch weer anders. Kijk naar jezelf. En eigenlijk ga je wel de aansluiting zoeken van wat betekent dat dan. Uh, in de zin voor, voor jouw functie. Of, 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 je, of je kennis die je wilt ontwikkelen. Of je next step. Of, of een andere rol. Whatever. Natuurlijk. Hè? Maar in de kern begint er dus bij. Uh, je ja, medewerkers vrij laten in, in die gedachtegang. En daar vertrouwen in hebben, dat dat dus. Uh dat dat goed komt. Ja. Dus je haalt de informatie bij de medewerkers op. Daar hebben jullie een ritme voor, neem ik aan. Dat ja. is niet zo'n vast uh, beoordelend functioneringsgesprek. Maar hoe, wat voor gesprekken zijn dat dan wel? Nou ja, we hebben een soort, uh, we noemen het ja-gesprek. Want dat is, is ook een punt. hè. En dat hebben, ja, je hebt wel, we wel kunt, iets een ritme kunt, nodig, toch? Ja. Precies, exact. En dat is een jaar, bijvoorbeeld een ja-gesprek... Uh, waarin je... Net als deze podcast, die wil gewoon met elkaar in gesprek zijn. Hè? En benen op tafel en, en, en zonder dat daar uh, per se een format onder ligt bij spreken... om op om, om elkaar een keer gewoon een keer terug te kijken, een stukje vooruit te kijken. Uh, uh, systemen waarin dat helemaal niet gefaciliteerd wordt. Waar het alles moet komen vanuit eigen regie, zeg maar. Ja, dat is best wel, ook bij Verzuim overigens, hè, dat is best wel ja, lastig. Ja. Ja, want, je moet wel iets hebben. Je precies. moet ook uiteindelijk een afspraak in je agenda zetten, want anders... Uh, exact dus dus dat ja, dat dat, dat uh, meer exact daar komt ja. uh, daar komt uh, daar komt de namen terug um, en ja en in zo'n gesprek breng je breng je dat die wereld een beetje bij elkaar bij elkaar maar het mooie is wel uh, en dat is de uitdaging van uh, wat je net wordt genoemd voor veiligheid of vertrouwen hè, dat mensen zich veilig of vertrouwd voelen om ook want het is altijd zo hè, ook in de klassieke beoordelingscyclus die er waren hmm. Als je feedback in een of als je beoordelingsresultaat uh, geeft en dat gaat over zes, zeven, acht maanden terug, ah, heb je toen niet verteld. Dus dat blijft erbij. Hè? Je blijft erbij mm. in de zin van je moet wel in contact zijn en, mede, en dat is het mooie ervan ook in die in die in die wederkerigheid is. Medewerkers moeten zich vrij voelen om te zeggen van ja, ik heb een jaargesprek, hartstikke fijn, maar ik heb nu behoefte. Ja, dat moet ook kunnen. Dat je gewoon je manager of je leiding geeft. Ja. Of, uh, maar, dat, je maar ook dat is een ritme-element. Dus hoe goed ben jij georganiseerd? Of hoe goed heb jij dat daar die veiligheid georganiseerd, dat mensen zich daar ook bij voelen en niet bang zijn. Om dan te zeggen van ja, ja maar dan kom ik over als uh, de zeur. Of uh, dan ben ik kwetsbaar, of dan roep ik iets over wat ik belangrijk vind, of wat ik me zorgen over maak. Ja, en dan ja. Weet je dat die heel belangrijk en wat ik vaak zie, en dat is wel de bedrijven daar best op natuurlijk mee bezig zijn. Die hebben een kernwaarde set en die hebben het DNA van de organisatie feitelijk. En wat dan, wat dan en kom je vaak woorden tegen als integriteit of uh, verantwoordelijkheid, of, of, of whatever. Hè. Ja. Um, maar weet je, het laat zich niet zo goed vangen alleen maar in een set van vijf of zes kernwaarden, even daar ook hè. hè. Het is een gevoel tot een bepaalde hoogte en mensen voelen heel goed wanneer het niet goed zit. Dat voel je letterlijk als het ware in je buik. Ja, ja, ja. Uh, ja, ja, ja. En, en dat moet je eigenlijk beter trekken van dat mensen zich bewust zijn van, hé, het voelt niet lekker. En dat niet bij elk gevoeletje wist je, dat er een actiemodus moet worden geschoten, maar het moet wel een signaalgevend kunnen zijn waardoor je dat gaat doen. En wij hebben dat bij DP2 geprobeerd te vervangen, in niet in een kernwaardeset... set, maar in een formule. Een beetje wiskundig lijkt het, haast wel. Oh, ja. En wij zeggen van, wij zijn regisseurs. Hè? Wij willen graag het speelveld overzien en, en regieoplossingen bieden voor onze klanten. En dat toch gaan uitvoeren, hè, een bepaalde hoogte, hè, resultaat telt. Maar regisseur zijn is belangrijk. En, en, om, en, en, en wat wij proberen te doen is wanneer, is, wanneer kun je überhaupt regisseur zijn? Los van het vak en En is dus eigenlijk als je, zeggen, als je ruimte ervaart, hè, dus dat je ruimte ervaart om dingen te mogen doen, verantwoordelijkheid te mogen pakken ja. naar een klant of naar je collega's toe maal kennis, dus regie is R maal K, ruimte maal kennis. Kennis is heel, bij ons heel belangrijk. Hè? Wij zijn natuurlijk een, een ja, ja. dienstverlener. Wij zijn, ja. uh, wij, wij, wij zijn, trots op onze kennisversnelling. Kennisversnelling. Dat is mooi, mooi. Ja, dus dat is dat, dat, dat is natuurlijk belangrijk. Dat heeft heeft ook iets per kostprijs te maken. Hè? Dus R maal K. Dus je moet kennis hebben. Als je daar aan tekort komt, is sowieso een uh, hele belangrijke. Maar ruimte maal kennis, dat creëert jouw speelveld. Maar dan komt die. Tot de macht, zeggen we dan, V4. Je kunt het bijna voor je zien. Er is, haakjes openen, ruimte, maar kennis, haakjes sluiten, tot de macht, V4. En die V4, dat mag ook V2, V3 zijn, gaat over dingen als veiligheid, vertrouwen, kun je vernieuwend zijn, dat soort elementen. En het grappige is... Veiligheid, vertrouwen, vernieuwing. Ja. En, en was die vierde vier? Ja, ik ben even. we zijn er vier, <laughs> hebben we ooit de vierde toegevoegd. <laughs> en, maar het gaat er niet om, we hebben allemaal dezelfde associatie. Ja, met, ja ik snap Met elkaar, het en dan wil ik maar zeggen, zonder het juist allemaal uit te spellen en daar een definitie, dubbele punt achter te hangen, betekent. Mensen voelen gewoon of dat wel of niet klopt. Het is zo grappig dat je dit. Het is voor mij uh, heel herkenbaar. Uh, ik mag gewoon steeds een aantal. de gewoon zelf doen. En dat uh, ik denk dat ik dat altijd blijf doen. Want. Ja. Nou ja, dat vind ik gewoon ontzettend leuk. En dan is dit mijn eerste thema. Veiligheid, vertrouwen. En ik vraag dat ook meestal van. Uh, voel je je veilig? Ja. Om alles te zeggen zoals jij dat zou willen zeggen. Ja. Op de manier zoals jij het wil zeggen. Nou, dat is ik, 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 volgens mij meestal die vraag die, uh, nou ja. Ik ben heel benieuwd, wat krijg je dan? Wat, krijg je, wat zijn, zit er rode draad in de antwoorden? Of is het zo divers? Uh, er zit, ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. De, de standaard antwoord is dat er eerst geen antwoord is. Is dat er eerst echt iedereen denkt. Hoe? Oh. <laughs> uh, pardon, wat zei je? Yeah. Of zo, uh, so, jij, uh, jij durft. Of uh, nou, uh, je gooit er maar wel in, uh, Reinoud. Uh, en dan uh, maak ik meestal een beetje grapje over. Ja, 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 daar ben ik voor gevraagd of daar ben ik heel goed in. Of, uh... Maar goed, uiteindelijk blijft het. Uh, ik wil met iemand betekenisvolle reintegratietraject in, uh, inrichten. Wat ook echt werkt, het resultaat telt. Mm -hmm. Maar het moet dus ook waardevol zijn. Want weet mm -hmm. je, ik, ik zie heel veel uh, soort pro forma verzuimere integratietrajecten. Maar ik denk, ja, er is hier veranderpijn. En dan gaan we gewoon terug naar de situatie. En dan zijn we een beetje uitgerust. En dan gaan we gewoon op dezelfde voet verder. Dus inderdaad, dat, dat, is niet, dat is niet mijn traject. En ja, de vraag is eigenlijk altijd steenvast. De eerste vraag is van, wat moeten wij doen? Of wat kan ik doen om voor jouw veiligheid? Dat jij het idee ervaart van veiligheid ervaart. En vertrouwen hebt. Ja, dat is goed. Het is werk, werkwoord. Doen. Hè? Want... Um... Ga niet vanzelf. Nee, nee, maar dat het lijkt dit, wel, maar iets is niet. Nee, maar het wordt toch vaak heel makkelijk over gesproken. Ik heb, ik heb zelf ook vol bak in die valkuil gestaan. Uh, werkgevers dan hebben we een, een internationale cultuurtraining-achtige setting georganiseerd. Want de, de, de Europese wereldwijd moest de organisatie in de hoek om naar een matrixorganisatie. Maar het waren leuke workshops, goede sprekers. En dan werden mensen echt uitgedaagd om, dan komt die, open te zijn. Uh, we zijn wel open. Ah, ja. We zijn open. Hè? Of het is hier wel veilig. Hè? Of het is hier veilig. Je kunt zeggen wat je wilt. Ja, zo werkt het dus niet. Hè? Uh, die doen-factor, want het moet ja. een werkwoord zijn. Dat vraag ik andersom. Wat kan ik, terecht wat jij zegt, wat kan ik doen om het voor jou veilig te maken? En ga, en ga je het dan geloven ook nog. Hè? En, dat, en dan zie je het. Hè? Dat is echt wel heel uh, cruciaal. Daarom zei ik altijd, het is ook zo'n formule. Ja, of DNA, leuk dit het opschrijft. Ja. Nou, ik denk, mensen moeten zich kunnen relateren. Moeten het letterlijk kunnen gaan, gaan voelen. En als je ze dan wel voldoende veiligheid geeft om, als het niet zo is, hè, die pijn in de buik, ja. ja, dan, dan, ja. het gaat vaak om de symbolen. Want ja. als ik nou naar die betreffende manager of leidinggevende ga, en ik vraag van vind je het belangrijk dat mensen zich bij jou veilig voelen? dan zegt iedereen ja. ja. Maar op het moment dat onder die manager een aantal medewerkers zitten, waar ik die vraag aan stel, van voel je je veilig? En die zeggen, die durven niet volmondig te zeggen ja. Mm -hmm. um, dan, is het, dan, dan zijn beide partijen die vinden veiligheid. Of integriteit, hebben ze als een belangrijke waarde gekozen. Alleen die vorm die ze aangeven, of het symbool wat ze zien, dat is totaal anders. Uh, veiligheid is misschien voor uh, de manager, is dat. Uh, er zit ook een stukje professionaliteit in. Van ja, als we uh, een gesprek met elkaar hebben, dan schrijf ik de acties op, dat mail ik naar jou. En dan gaan we dat ook doen en daar ga je van op aan. Dat zou bijvoorbeeld een symbool voor veiligheid kunnen zijn. Terwijl voor een medewerker veiligheid heel vaak iets is van ja, ik wil niet in mijn eigen voet schieten. Kan ik aan jou iets vertellen? Omdat ik aan het twijfelen ben. Wat, wat niet tegen me wordt gebruikt? Ja, precies, of, of zijn er. Per definitie zijn die er, zijn er speelvelden waar ik niks van weet, niks van zie, die maar wel over mij gaan. En tot welke hoogte is het transparant dat die er zijn? Ook al heb ik er, kan ik er niet. Ja. Circle of Influence, Circle of Concern, kan ik er niks mee doen. Maar snap ik de machinaties in een bedrijf? Snap ik het ritme weer erom? Kan ik zien op welke speelvelden er wordt er iets besloten? Kijk, en het gaat er echt niet over uit dat je, dat je, dat je zegt van, eh, met alle respect, eh, als je aan het lopende band staat, ja, dan hoef je echt niet te verwachten of die vraag komt niet eens, dat je over een strategisch vraagstuk moet nadenken. Maar dan gaat het ook niet om die lijn in één keer rechtstreeks naar, de, naar, naar dat punt op de werkvloer te leggen. Maar het gaat er om om die... Uh, het besef te geven voor wat jouw bijdrage is, hoe jij naar jouw werk kijkt, waar het anders of beter kan, waar jouw persoonlijke ding, om dat terug te gaan leggen. Ja, en dan, en dan heb je, uh, dan, dan krijg je door doen krijg je die veiligheid. Ja. Het zal ik moet bewijzen. Hè? Het zal zich moeten bewijzen. Wat ik dan interessant vind, ik weet niet of jullie dat ook herkennen, is dat we binnen het verzuim hebben we allerlei professionals. Ja. En uh, die hebben allemaal hun eigen uh, achtergrond zeg maar. historie en. Uh, opleiding en uh, misschien wat klachtenregister terugtrekken ja. en dat ze dus allemaal veiligheid of integriteit of dat ze allemaal belangrijk vinden. Uh -huh. Maar nee, laten we er op twee bloedgroepen er heel even uitpakken: de bedrijfsarts, alles is geheim, tenzij een uh -huh. <laughs> eerste gedragscode hè, want daar is die is big geregistreerd, dat is gewoon de arts-patiëntenrelatie. En laten we even de andere expert nemen, de arbeidsdeskundige. Uh -huh. eerste gedragscode van hem is je informeert de medewerker over alle informatie die van hem belang is om zijn standpunt te kunnen verdedigen. Zo, dus echt gewoon ja. totaal zeg maar een ja. en alle twee vinden ze veiligheid belangrijk. Ja. Alleen het is je hebt geen geheimen voor de arbeidsdeskundige. maar je geheim is wel beveiligd zeg maar bij de bedrijf. Dat is al Ja, dat is heel bijzonder. Ja. Dat maakt het dan maakt het speelveld al uh, ja. soms heel ingewikkeld. Ja, schijnbare tegenstelling hè? of of het is een tegenstelling hè? Dus uh daar ben ik zelf niet, uh, ik doen heel veel aan verzuim op bij DPO2, hè, meer daar daar mm. organisatie in te helpen, te begeleiden, we zijn zelfs we zijn zelfcertificeerde dienst geworden, omdat we daar op een gegeven moment uh, anders uh, aan onze eigen voet dat schieten waren, ten aanzien van kan bijna uh, niet anders meer, precies dan de regelgeving, nou, maar weet je, wat de keer nog gaat, het is een beetje wat ik er toe wil is van los van registraties en even opstellen dat we het allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben, hè? Uh, en dat is natuurlijk al een beetje een, 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 is dat en ieder op zijn manier binnen de regels die er zijn. Wil aan dat doel bijdragen. En hebben we dat doel dan helder voor ogen. En, en als die context, en, en dat vaak een beetje een klassieker, wellicht naar een, naar, een, naar een hele nou, zwart-witte zwart situatie beschrijven ten aanzien van de arboarts, maar als die alleen maar iemand een spreekje ontvangen heeft en heeft teruggekoppeld van nou, ik heb medewerker gesproken... Uh, medewerker is nog niet inzetbaar, bla, bla bla. En over uh, zes weken zie ik hem weer, ja, dat kan een terechte conclusie zijn, maar dan ben ik context kwijt. Ik ben het bovenliggende doel kwijt. Wat mm. hebben wij aan dezelfde KST gewerkt feitelijk? Nou, en, ja, daar, daar het ligt aan het verbinden erboven. Zelfde crux. Ook in culturen. Als je kijkt naar bedrijfsculturen die verschillend zijn, je hebt een realisatie wederom. En de, de realisatie in dit geval is niet een, een kaarschaaf. of een het is een fusie, Het is ook een realisatie. Mm -hmm. ja. ja, twee bedrijven die kan ja, elkaar komen. Ja, dan kijk ik naar boekenkasten als ik achter je kijk. Boeken, 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 boeken over geschreven. Uh, allemaal waarheden erin. Maar uiteindelijk gaat het erom, en dat is ook een beetje de, de, het idee van waar liggen. Waar ligt dat bovenliggende doel? Waar zijn zeg maar, de meta-elementen waar we ons alvast kunnen klikken? Dat doe je bij in de fusie voor elkaar te krijgen. Dat, dat voor mensen herkenbaar wordt. Hmm. Ja, en dat geldt ook een beetje voor het microproces van een verzuimende medewerker. Waar de verschillende professionals mee, mee bezig zijn. Die op hun manier uh, het is proberen dat, 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 dat bovenliggende doel bij uh, elkaar mee te pakken. Ja. Zodat je gewoon weet... Wat jouw plek in die organisatie Precies. is en hoe jij bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen. Ja, uh, ja, de missie van ook. Ja, ja, en kan dan, dan zo'n professional je daarmee helpen? Op, vanuit een perspectief arbeidsdeskundige, perspectief arbeids- uh, de research case manager, maakt dat niet uit. Het is een veranderende rol, denk ik. Ja. Ja, 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 ik denk het wel. Ja. Nou ja, dus dat een uh, gekscherend begonnen jij volgens mij deze podcast met: uh, wat was het nou PNO bestaat niet? Ja ja in diezelfde trend zou ik kunnen zeggen uh, verzuim bestaat niet ja dat is best wel een hele aardige ja zeker ben ik al uh, dat, uh, dat ben ik al een beetje eens in de zin van uh, uh, ja, dat is een klassieke. Mensen willen ook niet te verzuimen, of het algemeen. Ja, je hebt al uitzonderlijke gevallen erbij zitten. Maar mensen zitten er niet op te wachten. Mensen denken altijd dat ze bepaalde bijdrage kunnen, kunnen, kunnen en, en willen leveren. En Je hebt een aantal keer terug een podcast gehad. Met een van mijn collega's, ex-collega's met Theo. Ja, ja, ja met Theo. een supermooi podcast. Precies. Kijk, en, en, en Ook daar zie je dat gewoon terugkomen. En daar, daar gaat hij weer. Hoe kan ik op dat. Uh, kan ik op elk niveau met een medewerker die ergens met zijn veranderpijn en groeipijn zit. Letterlijk al niet mond in verzuimen, ja. kan ik in dat gesprek zitten? Ja. De, de veiligheid die, uh, die er is, hè, is dat, je, dat niemand in zijn eigen voet wil, uh, wil schieten. Nee, eigenlijk. Hè? Nee. Ja, ja, de organisatie maar... niet, de medewerker niet. En daardoor dat al ontstaat er al soms een uh, impasse, waardoor uh, in bepaalde informatie niet stroomt. Ja, maar dat is een beetje binnen de crux verlichten. De, 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 de regelgeving, we hebben een poortwachter, er zitten allerlei do's en aan wat uh, functionarissen wel niet mogen. Ja, je bent ook, en ik moet eerlijk toegeven. Ik heb regelmatig klanten aan de lijn ja, die daar echt heel bang voor zijn. Waar je echt denkt van ja, maar als ik dit niet doe, dan, uh, dan, dan, dan een loonsanctie. Uh, dus je wordt heel, ja, je wordt wat. Het helpt het proces niet altijd. Zeg, oh, ik zeg hoor, het lost het verzuim niet op. Ja, daar kunnen we wel kort over zijn. Ja, ja inderdaad. Ja. <clears throat> nou ja, goed. Het, het zet er wel op scherp natuurlijk welke acties we allemaal te doen hebben. Maar ik denk dat het stuk... Um, de medewerkers faciliteren in hun groei en ontwikkeling... Om medewerkers daar de verantwoordelijkheid in te geven en als organisatie ook die mm. verantwoordelijkheid erin te nemen. En eigenlijk, wijzen spreken, je medewerker te durven opleiden voor uh, je collega's wijzen spreken. Mm -hmm. dat, mm -hmm. dat je medewerkers ontwikkelt tot het moment dat ze buiten de organisatie verder gaan groeien. Ja. Uh, dat vraagt een bepaalde lef. Um, ja, weet je, ik denk toch dat wat ik veel zie, zie tegenkomen is dat medewerkers of werkgevers op een of andere manier in een positie komen. Waarbij ze het idee hebben dat de andere partij niet meer faciliteert, of zo. Of dat de ja. medewerker een andere kant op wil, maar dat ze bang zijn om dat aan te geven. En daar nou, ontstaat baanonzekerheid door, ja. uh, inkomensonzekerheid. Uh. Ja, kijk, belangen liggen dan ook uit anders. Kijk, natuurlijk in, belangen liggen nooit volledig in, in, in elkaars lijn. Ik heb een grote organisatie niet, waar er gewoon heel veel belangen zijn, duizenden medewerkers. Hm. Ja, dat is gewoon. Ga dat maar eens regelen. Hè. Uh, uh, maar weet je, het is wel. Toch heel vaak zo, en ook zien we bij weer, is een bepaalde manier van toch kop in het zand steken. een heel leuk voorbeeld. Dat was een keer voor mijn DP2-tijd. Ik was Europees HR-manager. Ik was bij diverse landen op bezoek. Ook kleine lokale eenheden. We hadden het over het thema als strategische personeelsplanning. Toen ook al. En ja, zei die directeur, dat doe ik niet aan. Ja, we zijn met 15 man. Weet je, dat gaat allemaal vanzelf hier. Ja, maar... Ja, dus heb je ook die en die vraag dan aan je medewerkers gesteld? Als het gaat om ja, nee, 15 man. Dan zeg moet maar, ja, je eigenlijk dus kop in het zand steken, want je kunt het maar beter weten ja. dat mensen op een bepaalde positie in loopbaan staan. En wellicht jouw kleine clubje over twee jaar of over een jaar al verlaten, Maar dan ben je voorbereid. En uh, ja, het is gewoon eng. Op, op denk zoek, ik. Ja, precies. Op zoek naar die ja. waarheid, zeg maar. Dat is wel een dingetje. En uh, net had ik over, een van onze stippen de horizon is dan, hè, dat we een moderne eh, 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 organisme willen zijn als organisatie. We hebben de groei van onze medewerkers eigenlijk uh, geduid als uh, DP2, op je cv is de beste referentie in Penoland. Ja, dat is een mooie doelstelling. Eh, dus heel simpel, als op jou, je hebt op DP2 gewerkt, ah, die kan ik gewoon blind aannemen. Da dat idee zeg maar. Ja, ah. en dan kun je zeggen, ik ben heel bang voor, want dan, oh jee, uh, dan worden ze gebeld en uh, nou, dan gaat het telefoonninkel taak van, de, van diverse bureaus. Ja... Maar, jullie nou, willen de beste referentie zijn. Dat ja, is, maar dan, dan is het maar ah, zo. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Want als nee. mensen nog willen blijven omdat ze het goed hebben en veel meer kunnen leren, doen ze dat ook. En als het mm -hmm. niet is, of, en toen gaan mensen naar andere plekken toe waar ze ook anders soorten gevaren op kunnen doen dan bij ons. Ja, prima toch? Maar je kunt het maar beter van elkaar weten. Ja, dat klopt. En, uh, maar ja, dat vraagt wel een bepaalde lef, denk ik. Het ja. is wel spannend. Ja, ja, ja denk het wel. Maar ja, als, ja. Het is, het is niet, het zit niemand, niet in onze hoofd denkt als zijnde lef of niet lef. Het is iets wat je wilt zijn. Hè? Dan gaat hij weer. Hè? Ja. Uh, en ook weer de, de analogieën en de realisaties. Als je zo'n ritme. Maar het is, is ook een vorm van ritme weer. Ritme heeft natuurlijk al iets als een metronoom in zich. En een tik-tak, en een tik-tak. En het is heel, uh, heel uh, uh, ja, bijna. Procesmatig of bijna volle goddelijk, dat is het niet. De ritme zit, heeft, herken ik de elementen. Herkenbaarheid. Precies, welke elementen wil ik zien, en ontstaat er vanzelf nog veel meer omheen. Lekker ik het zo zeggen. Hè? Uh, maar één ding is in ieder geval niet, je, je moet het onder ogen willen zien. Ja. En daar beginnen. de fiets, daar wil ik naartoe. Ja. Dat het onder ogen. Durven. Ja, en dan vaak wel een gevolg van realisaties. Hè, en nogmaals, ze kunnen ontstaan. Maar vaak is het wel. Het gaat te schoksgewijs. En dan komt omdat dit soort patronen er dan in een organisatie toch te weinig in zitten. En misschien ook wel als een organisatie geweest is. Heb je de kans. Hè, want vaak is er toch weer een platform op te staan. Of er is een verandering geweest. En hoe, ga, hoe ga ik het nu dan doen? Heb ik ook al een idee hoe ik het ga voorkomen? Vaak is de, de fase na de realisatie. Met de mensen die overblijven. Alle respect. Als het, als het ja, ja. verlies van de arbeidsplaatsen betekent. Hoe ga ik het dan doen? ga ik het niet anders doen? Of ga ik over drie, vier jaar... zit ik eigenlijk weer hetzelfde schuitje? Want dan is er iets anders te bedenken. Ja, ik merk uh, dat er niet altijd wordt stilgestaan. Er zijn... Um, dat is soms wel een soort vergeten. Is dat je, wij spreken... 30 jaar hebt gewerkt met een collega. Mm -hmm. En um, die collega die verlaat uh, nou, de organisatie... of nou gaat een ander pad. Het kan ook zijn een ander deel van de organisatie... of dat hij naar een mobiliteitsbureau gaat. Mm -hmm. En dat... Dat er dan soms wordt, uh, wordt gedacht van... hé hey jongens, uh, dit is, uh, jullie zijn uh, de winnaar. Zullen we zeggen. Hè? Jullie gaan het, uh, de nieuwe organisatie wegzetten. ja en ik denk, nou... Succes! <laughs> als, je, als je gewoon tien jaar, vijftien jaar... met een collega hebt gewerkt... en weer bij je bij spreekt... heb je elke dag samen geluncht... en dat is in één keer niet meer. Ja. Daar kunnen we best even bij stilstaan... en wat ja. ruimte voor geven. Ja, want het wordt... in ieder geval, het wordt inzetbaar. Hè? Uh, dus... dus de, 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 Realisatie en verzuim, een stukje thema ook van deze podcast bij spreken. Maar ja, verzuim, dat, is natuurlijk, dat gebeurt vaak bij een realisatie. heeft vaak te maken door omdat mensen zich niet herkennen, niet gewaarschuwd zijn. Het overkomt ze, uh, hak en zand, uh, nou, on onveiligheid. Nou, on ondanks het gaat het overkomen. Hè. Maar dat is ook voor dus mensen die, hoe je zegt, hè, die dan gelukkig zijn, die mogen blijven als het ware, hè, of die de verandering uh, een andere rol krijgen. Ja, die inzetbaarheid is niet zomaar terug. Want. Wat de mensen hoofd doet ten aanzien van zich weer richten op die nieuwe werkelijkheid. Wat is die nieuwe werkelijkheid? Daar gaat zich links of rechts om. Hoe je het wel of niet regisseert. Dan ontstaat er een nieuw ritme. Altijd. Het is er gewoon altijd. Ja. En is, alleen is, is het het ritme wat jij wilt? Wat ik vaak hoor uh, van, uh, van werkgevers. Die dan, uh, waar de reorganisatie aanstaande is. Is dat ze eigenlijk heel bang zijn voor. Um, of onrust en, uh, mm. en verzuim ook. Hè? En dat ze daardoor eigenlijk pas. Uh, nou, niet eigenlijk deze strategie die jij zegt eigenlijk. Mm. Hè? Dus uh, niet de kop in het zand, maar eigenlijk zo snel mogelijk. Het, het gesprek voeren over waar de organisatie heen gaat. hoe we gaan veranderen. hoe de medewerker. Hoe jij die medewerker daarin wil betrekken, wat die medewerker mm. er zelf aan, weet je, daar ook als input in heeft, dus twee, twee richtings. Maar dat ze dat niet juist, dat gesprek, zo lang mogelijk uitstellen, omdat ze bang zijn dat iemand anders zich ziek gaat melden. Ja. dat is wel jammer, uh, ja. En dan, en dan wordt het een Big Bang. Eigenlijk omdat ze ook bang zijn dat iemand dan fysiek gaat melden. Ja, dat klopt. Dat, was, ja, en dat is natuurlijk een, 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 ja, bijna de klassieker. Hè? En dan moet ik ja, even toegeven: in inderdaad. de praktijk. Ik zal niet zeggen dat wij het nooit meemaken, want het, het gebeurt gewoon als we bijvoorbeeld uit corporate besluit om. Er gaat gewoon letterlijk een afdeling dicht in Nederland... of een stuk bedrijf of whatever. Ja dan, dan, ja, dan is er gewoon letterlijk een datum... wat de groepen bij spreken. En dan moet het maar juridisch geregeld zijn. En uh, ja, dan kun je ook niet veel anders. Hmm. En dan weet je ook... oké, okay, het gaat een verrassing zijn... hoe zullen mensen op reageren. Dus word je nog voorzichtiger... want je wilt inderdaad wel voorkomen... dat mensen ja. dat niet gaan verzuimen. Ja, en dan, dan we om inzetbaarheid. Ja, dan voorkom je misschien verzuim. Ja. Wellicht, hè? ik weet het niet. Althans in ieder geval geen verzuim waarop je niet die ontslagvergunning mag uitoefenen. Maar daar gaat het eigenlijk over. Hè? Maar het gaat dan veel meer over van, heb je enig idee bij wat dat betekent met de inzetbaarheid van mensen? Hoe lang het duurt voor die ja. weer in tune zijn hè? met hetgene wat jij zou willen wijspreken? Nou, dat is onvoorstelbaar lang. Heb je nog tips? Ja, kijk, even. nu heb je de situatie, we net hebben net een beetje over, ja, hoe kun je een organisatie anders inrichten dat je dat met minder verrassingen als waar ware ja. zou kunnen doen? Ja, heb ik tips. Ik, ik, ja, een beetje transparantie. Ja, wat mag je wel en niet vertellen, ja, en daar zitten ook bepaalde, ook regeltjes omheen, hè? want je hebt natuurlijk met noer met een vakbond te maken. Ja. Uh, ik vind de positieve nieuws is wel een vakbond, is wel, of het algemeen redelijk gedreven... noer ook wel om het zo snel mogelijk open te gooien. Ja, hoe eerder je daarmee mee kunt bewegen, hoe beter. Denk ik dat het toch wel een hele belangrijke uh, succesfactor is, want hoe vervelend ook, je kunt er niks meer aan doen. Uh, maar als jij, en natuurlijk gaat er nu erg vak de vakbond over de belangen hè, en de realisatie van de medewerkers, 100%, maar uiteindelijk liggen die ook ergens in elkaars verlengde. De, hoe snel kun je die bij elkaar brengen en kun je daar in ieder geval in een vorm van gezamenlijkheid ja. uh, over, uh, over communiceren? Ik zie vaak een soort stroming voor de business, hè, want die wil dan een, soort, nou ja, een beetje links af en dan heb je ook die, uh, de, de, de softe kant, de P-kant, de mensen. De mensen mm -hmm, mm -hmm. en, uh, ik heb wel wat voorbeelden mogen meemaken waarbij. Um, dus de business ingreep. En dan vervolgens, zodat dus de leidinggevende um, nou, daar heel mooi op had gespeerd. Het was niet zijn beslissing. Mm -hmm. Zij stond echt voor zijn personeel klaar. Uh, die uit het gesprek kwam, zeg maar, letterlijk klaar. En die stond dan, uh, bij, de, bij de deur, die deed de deur open. En die nam de medewerker mee. Nadat mm hij -hmm. nou ja, het nieuws had gekregen, goed of slecht. Um, om daar die medewerkers te ondersteunen in dat, in dat veranderingsproces. Ik denk dat iedereen wel verandering wil, maar dat heel weinig mensen willen veranderen. Ja, dat, 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 precies. Dat is een, dat is een klassieker. Hè? Ja. Uh, ja, maar het heeft ook wat te maken met het uiteindelijk toch in de kern van autonomie. Uh, iemand die zijn werk, en meestal is dat zo, in iemand zijn eigen perspectief, doet hij het goed? Heel weinig ja, mensen. Het is best anders, had hij het wel anders? Precies. Dat is, dat, is, dat, is, dat, is, dat is vrij eenvoudig. Het is ook een beetje van uh, serieus nemen. Dus hoe eerder je daartoe in staat bent, feitelijk, ja, hoe, hoe beter dat is. Ja. Uh, dus maak het niet te mechanisch en probeer uh, die transparantie veel mogelijk op te krijgen. En uitleggen waarom. Uh, dat is ook heel belangrijk. En, en heel vaak zie je wel dat er wordt uitgelegd over uh, zeg maar de grotere benefits of de grotere noodzaak soms uh, van waarom het dan zo moet op die organisatie. En dat dan staat dat hoog over, want marktendeel verloren. Ja, is dus niet tastbaar, niet, niet, niet herkenbaar ja, voor medewerkers Ja, ze werd het al begrijpen, maar er is gewoon, gewoon no, no idea, zeg maar. Ja, dan wordt er gezegd, ja, je zal wel begrijpen dat het zo en zo is. En die medewerker ja. zegt, mm -hmm, ja, ja. ja eigenlijk ja, echt geen idee. Die alleen <laughs> maar te Gaat kijken van, uh, wat, wat is er nu met mij aan de hand? Hè? Ja. Of met mijn team. Hè? Ja. Ja. ja, het is uh, ik wil ook wel... Dat je, dat je echt super informatie moet doseren. Dat zou ook wel mijn tip ja. aan een luisteraars, luisteraars moet zijn. Dat ja, je echt ja, niet... Ja. Uh, wij, je zit er dan misschien naast werkgever. Ben je er al maanden mee bezig. Je snapt hoe het zit. Je hebt al die wegen bewandeld voor die werknemer. Komt het allemaal op één moment. En dan sta jij daar met je pakket en met je sociaal plan. Ja. met je ding. En ja. dan echt, nou... Ja, en, en, en dan komt er soms een op gang. En dan hebben mensen net een half uurtje de tijd. Want dan moet de volgende weer klaarstaan. Ja heb ze film meekregen van George Clooney heet up the Air. Uh, dan is hij zeg maar een, in Amerika hij is een soort uh, ontslag consultant die doet niet anders dan bedrijven van bedrijf naar bedrijf, bedrijf gaan om ja te begeleiden ja uh, is echt hilarisch okay. uh, het is wel heel erg uh, tragisch <laughs> eigenlijk maar het is wel ja het is wel bizar eigenlijk ja, ja. ja dat is extreem hè van het verhaal ja, ja. Hey, we gaan uh, we gaan richting het uur dus we gaan richting de afronding uh, mm -hmm. ik denk waar wij het in onze podcast uh, hebben over gehad is hoe je je personeel en de ontwikkeling eigenlijk van je personeel in tune kan houden met de ontwikkeling van je organisatie. En eigenlijk als we het dus hebben over reorganisatie, dan denken we traditioneel gezien echt aan dat soort de, de bottenbel erin. Een Mechanische dat, proces. Ja. Precies, maar um, dat reorganisatie eigenlijk veel breder is. Zeker als je gaat kijken naar de context zoals het UBV dat ook beschouwt. Um, uh, maar dat de echte reorganisatie. Uh, is dus eigenlijk om de ontwikkeling van de organisatie en de ontwikkeling van de medewerker ja, op elkaar af te stemmen, ja, om ja, dat in tune te krijgen. Is het leuk dat je het zegt, is uh, dat is een leuke analogie. Het is, is het, eigenlijk bij je de, ja, is een open deur, verandering is constant, hè? maar dat is, ja, dat is een open deur, meta. Uh, maar eigenlijk ben ik te niet het realiseren. Het zijn eigenlijk ja. mini-realisaties. Mensen die, uh, die, die zijn ook niet bezig met hun eigen werkprocessen en oh, dan kan ik handig doen en dan is mijn Excel-etje, oh, dat klommetje kan anders ja. of uh, kan ik het allemaal niet uploaden, want dan is het makkelijker voor die. Hele kleine dingen. En het is een aardig besef. Hè? Dus dat je, ja. dat, je, dat je dat besef eigenlijk hebt. En als dat maar kleine veranderingetjes zijn, door wie dan ook geïnitieerd. Want nogmaals, als ik kom komt van boven en, 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 en geef je de mensen de ruimte om rondom dingen te doen. Ja, dan, dan, en je hebt. Het is voor mensen een herkenbaar ritme. Mensen voelen zich veilig, zeg maar, op een bepaalde manier. Dan heb je de winst te pakken. Ja. Ja, ik uh, denk dat dat ook een bepaalde verantwoordelijkheid uh, weglegt bij, uh, bij werkgevers. Het is uh, geen lifetime employment, denk ik meer. We gaan meer toegroeien naar een soort talentenmodel, waar je gaat bijdragen aan de ontwikkeling uh, van medewerkers. En dat je organisatie ja, voortdurend eigenlijk aan het veranderen en ontwikkelen is. Dat wil ook zeggen dat je als werkgever ook de verantwoordelijkheid moet hebben dat mensen dus veranderbaar zijn of, of da ja. daarin mee kunnen gaan. Dus gewoon mensen dertig jaar op dezelfde functie laten zitten. Dat is misschien ook een beetje niet meer van deze tijd. Ja, precies. Ja, Dan heb je ook de, de, de programma's voor. Hè, bij, je, hè, bij je bevlogen, bij je veronderbaarheid en dat soort. Het uh, maakt het vaak ook moeilijker. Hè. Vaak worden die programma's ook al een beetje, ja, een beetje vanuit een metacultuurniveau als het ware aangevlogen. Uh, maar het zit er zitten vaak ook heel kleine dingen. Uh, bij, zie je het op microniveau? Daag jij mensen uit? Hè? Stel, je de, stel je ze de vraag letterlijk uh, om het, uh, om het uh, anders te doen Wat ze zouden doen? Da, 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 da. Ja, ik ben er al van. Van uh, het, uh, uh, het ritme in zo klein krijgen... dat je, dat je het, echt het gevoel hebt dat ze op elk moment alles mogen zeggen. Ja, en kunnen dus zeggen. Het, het gaat niet over je werknemers pushen om te veranderen. Maar het gaat over uh, de verantwoordelijkheid nemen... om je werknemers te verleiden en te stimuleren... of te coachen of geef het een naam om zelf... Precies. Uh, die volgende stap te willen maken. En zelf mee te willen bewegen in die verandering. En ook dat ze het idee hebben dat hun ideeën om de organisatie te veranderen, dat die eigenlijk net zo goed. Uh, ja, ja. Dat het, uh, ja, weet je, eigenlijk. Het, is, het, is een, het, is een, het woord veel een keer, ik heb het ik noem gesprekken, ik ga het gaat eigenlijk om het, om het neerzetten van de goede gesprekken. Zijn we met elkaar letterlijk in. die noemen het woord in tune, ben je in gesprekken. En, 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 en dat is leuk. Uh, en ook daar heb je overigens voor als een. Uh, de, de, de tooling, allemaal even bij. De, de HR-tooling, of PO-tooling die er momenteel is. Hè. Ik zei, ja, maar het is een middel, hè. het is geen doel. Helemaal waar. Hè. Maar het maakt al veel mogelijk. Op een, op een niveau dat je echt denkt: van, ah, dat is interessant. Dan nou, ik even iemand uh, even spammen of even helpen. Er is een bedrijfje, het heet Circalytics. Laat ik keer tegen lijn van hmm. gelopen. ja. Die organiseren door data Met data kun je natuurlijk uh, uh, goed met elkaar te combineren. Organiseren die hele mooie dialogen in bedrijven de gebruik maken van technologie uh, waardoor de vragen te stellen, om antwoorden op die vragen weer dan volgens refinen. refine weer op een andere manier te stellen en te refreshen en te verpakken. Kun je tot haar van organisatie kun je strategische dialogen voeren, ook als jij ook voor grote organisaties. Juist, grote. met name voor grote organisaties. Misschien is het ook voor mogelijk kleinere. Ja, Ik zit er iets van, van ook daar waar vergeten tussendoor. Maar ook op, op het niveau van, 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 van vleesverwerking. Ja, je zet een lopende band, je moet uitbenen. Maakt niet uit wat voor soort organisaties. Super interessant. Maar eigenlijk. De kwaliteit van, ja. Kwaliteit van dialoog. Ja. ja, de kwaliteit van de dialoog. En welk ritme heb je als organisatie om. Uh, voeling te hebben met je medewerker, waar die medewerker zit. Ja. Uh, zeker op het moment dat een medewerker in verandering zit, ja, of als werkgever. Ja, als wer ja, werkgever ben je eigenlijk altijd constant in verandering. Ja. Maar die medewerker ook, daar wordt misschien ja. niet altijd bij stilgestaan. Ja. Nee. nee, precies. We ja, hadden het over het begin. Hè. We een gewoon je bent heel klein, met elkaar deel je gezamenlijke passie, je bent aan het hmm. ondernemen. PNO is geen vraagstuk, het bestaat niet als het ware. Alle dingen die we niet over hebben gehad, zijn dan echt geen vraagstuk, want het gebeurt gewoon. Dit, ja, heel organisch. Ja. Grappig is dat, hè? En extra raak je het kwijt. Ja. Ja. dat stuk hebben we gehad. <laughs> ja, dus ja. Al op die manier uh, bestaat dan eigenlijk reorganisaties wel. Precies. Ja, dan, dan pak ik, het woord al mini-reorganisaties. Dus als je het zo wil bekijken, hè? Little chunks, hè? Weet je, een op. ja. Kleine, kleine, kleine deeltjes. Hè. Ja, kleine stukjes. Is dat misschien ook een, een mooie afsluiter voor deze podcast? denk het wel, ja. Hoe je een olifant? Precies. <laughs> Maak hem klein en zoek het dicht bij jezelf. Ja. ja, dus wacht niet te lang om koersen bij te stellen. Ja. En doe het op tijd en in overleg met je medewerkers. Ja, zeker niet in overleg met, maar ja, ook. Maar ben er bewust van dat ze het sowieso doen. Ja. Als, als er nou luisteraars zijn en die zitten op dit moment in een traject of richting een organisatie. Of die hebben eigenlijk nog wel wat meer regie nodig in PNO. Hoe kunnen ze jullie vinden? Ja, ik zou zeggen www.dpo2.nl En het het cijfertje 2. Ja. Ja, ja, heel eenvoudig. Voor, ja. ja. voor jullie succes. Dank je wel. Hartstikke mooi. Dank je wel dat je er was, Jeroen. Um, dit was alweer de 15e Werkwaarde podcast Luisteraars, hartstikke bedankt voor het kijken en voor het luisteren. En ik hoop jullie volgende keer weer te mogen treffen in een nieuwe podcast. Ja, Dank je wel. Ja, heel bedankt. Super. Bedankt voor het luisteren naar de podcast. Wil je meer weten over een effectieve verzuimaanpak? Download dan mijn e-book over de 7 oorzaken van te hoog verzuim op werkwaarde.nl.